kijken. Dit is mijn eerste relfie. Dat is een rennende selfie. En dit is een sprelfie. En ik heb ook nog een helfie. En dan is er nog... En je raadt het al. Dit is natuurlijk een velfie. En als laatste heb ik dan nog een slelfie. Delfies, helfies, velfies, sprelfies. Een paar jaar geleden was het totaal onmogelijk. Maar dankzij nieuwe technologie die nu een paar jaar op de markt is en betaalbaar is, kan jij ook gestabiliseerde filmpjes maken. Ik heb hier namelijk de drieassige Osmo X3 Gimbal Stabilisator met een 4K camera. Ja, een gimbal is een stabilisator die zorgt dat die camera zo stabiel mogelijk blijft. Maakt niet uit wat voor bewegingen ik doe. En als ik trillingen, die worden er ook uitgehaald. Ja, als ik een urban natuurfilm van de stadsratten wil maken, dan kan dat statisch. Maar ik kan ook een mooi shot dat ik pennend langs deze vogels heen loop. Er zit nog een mogelijkheid op. Als ik mijn gimbal gewoon beweeg, gaat die camera mee. Maar soms wil je dat uitzetten. Dan ben je ergens op gericht. Dan druk je één keer op de trekker en dan blijft die camera min of meer gericht op datgene waar je al naar keek. Ja, zoals je ziet, als je snel beweegt, kan het wel eens zijn dat de camera niet meer gecentreerd is. Als je dan twee keer op de trekker klikt, dan zoekt hij zijn eigen evenwichtspunt weer. Wil je een selfie maken, dan klik je drie keer. Ja, nu ga ik natuurlijk een fantastische filmische opname maken van mijn fiets. Dan pen ik omhoog langs de mooie boom en loop ik helemaal rond. Naar de filmacademie. En terug naar Pieter via de grond. Is het nou allemaal halleluja met de DJI Osmo X3? Ik vrees van niet. Het geluid is echt hondsberoerd. Er zit een fennetje in dat ding om de elektronica te koelen, die hoor ik. Als de motortjes bewegen, dan hoor ik dat ook in de filmpjes. En als ik dan nog eens een keer ga klikken met die trekker, ja, dan hoor ik dat ook allemaal. Dus qua geluid, ingebouwde microfoon, is hij eigenlijk niet te gebruiken. Wat je nodig hebt, is een externe microfoon. Daar hebben ze accessoires voor en er zit een mini jack op, zodat je dat wel kan gebruiken. Je bent dus eigenlijk wel gedwongen om er een externe microfoon in te doen. Ja, dit is ook niks, maar er kan ook aan mijn goedkope microfoontje liggen en hij heeft ook niet zo'n sok eromheen. Aan deze kant van het handvat, wat je overigens niet kan zien op de selfiecamera, zitten ook een aantal knoppen. Ik kan namelijk de camera bedienen met een joystick, links, rechts. En dit is omgekeerde wereld, dus het is best lastig. Ik heb een knop om direct een foto te nemen of een knop om de opname te starten. Is heel handig. Een ander handig ding is deze unit die heel mooi gemaakt is om je smartphone in te klikken. Want alles werkt natuurlijk via wifi en een DJI app. De DJI Osmo X3 gimbal met 4K camera kost €650. Dat lijkt een smak geld, maar als jij een GoPro 4K camera koopt, zit je ook tegen de €400-500 aan. Met name bij het topmodel. Beeldkwaliteit is best wel goed, zolang er een beetje licht is. Als het licht wat afneemt, dan zie je wat ruis. Het geluid is wel, ja, eigenlijk bagger, maar dat kan je oplossen met een externe microfoon. Dus op zich ben ik er enorm van onder de indruk. En het lijkt me voor bijvoorbeeld filmstudenten, zoals hier bij de Filmacademie, ideaal dat zij met weinig middelen toch hele mooie opnames kunnen maken. Naast het tegenvallende geluid van de ingebouwde microfoon en al het lawaai wat hij van die motortjes opneemt, valt de batterijduur ook vreselijk tegen. Ze beloven een uur, dat haalt hij niet, terwijl er een enorm handvat op zit. Daar zou een veel grotere batterij in kunnen, zodat je, zoals bijvoorbeeld bij een GoPro, tot 2 uur zou kunnen filmen. Als je meer van ons wil zien, subscribe dan op ons kanaal.